ik ben gekomen om tassen van jullie te brengen. En ieder hier op school krijgt schooltassen. Jullie weten, ik doe elk jaar een schooltassenproject. En dit jaar heb ik 10.000 tassen gehad. En we zijn op bezig op kantoor om 10.000 tassen van jullie in te pakken. Want jullie krijgen niet alleen gewone tassen, jullie krijgen tassen met een inhoud. Maar we zijn vroeg begonnen. Waarom willen we vroeg beginnen? Zodat we het redden om alles te distribueren voor de vakantie. Omdat we vinden dat ouders moeten weten van hey, dit hoef ik niet meer voor onze kinderen te kopen. Maar de bedoeling is dat we doorgaan naar de districten. Dus we geven niet alleen de kleuters dit keer. We geven vanaf de kleuters tot de zesde klas tassen. Meneer Van Red Appel, meneer Sou, hij heeft me deze 10.000 tassen met inhoud gedoneerd. Ik wil natuurlijk een applaus voor meneer Sou. First Lady, u bent vandaag begonnen met het schooltassenproject. U bent begonnen op 3 scholen te Noord. Hoe zal het vervolgtraject eruit zien? Nou, we gaan eigenlijk naar alle districten zo'n beetje. We hebben het uitgezet welke scholen we willen bezoeken. En wat we hebben uitgezet is alles. Eigenlijk op de scholen willen we alle kinderen een tas geven. We hebben 10.000 tassen gehad van meneer Sou. Dus we hebben ervoor gekozen om dit jaar direct hele scholen te geven. Omdat we veel tassen hebben gehad. U bent vroeg begonnen van het jaar. Ja, ik wil altijd, eigenlijk was mijn streven geweest om elk jaar vroeg te beginnen. Maar vaak ben je afhankelijk natuurlijk van de personen die je die tassen doneert. Dus we hebben met meneer Sou afgesproken. Meneer Sou zei, ik krijg dit jaar 10.000 tassen. Ik zeg, meneer Sou, ik wil ze vroeg hebben. Zodat ik ze klaar kan maken. Zodat we ze voor de vakantie kunnen distribueren. Vandaag zijn 3 scholen aan de beurt gekomen. Wanneer gaat u naar de volgende school? Oh, morgen al. We hebben het uitgezet, we hebben een schema. Dus morgen gaan we al, want ze zijn al weken bezig bij mij op mijn bureau om in te pakken. Dus we hebben ze al klaar liggen. Maar we moeten ze nu ook distribueren, want mijn bureau is nu helemaal vol. Welke boodschap geeft u aan de leerlingen en de ouders? Nou, aan de ouders wil ik zeggen, ik begrijp, het is moeilijk. Ze hebben het heel erg moeilijk. Daarom hebben we ervoor gekozen om die schooltassen voor de vakantie te verstrekken. Zodat de ouders weten, zeg, weet je wat, ik hoef geen schooltas meer voor mijn kind te kopen. Het is een schooltas met inhoud. In oktober, wanneer de school begint, dan hebben mijn kinderen eigenlijk al hun tas. Want vaak genoeg, een heleboel ouders krijgen in juli vakantiegeld. En ik weet hoe het gaat, daar gaat je moeder, koopt je moeder alvast wat kleine spulletjes om weg te zetten. Dus we willen dat ze weten van luister, dit hoef ik niet meer aan te schaffen. Ik kan het geld aan andere dingen besteden. En als een jongere wil ik zeggen van luister, doe je best. Niks is belangrijker eigenlijk dan je schoolpapieren. Er gebeurt zoveel in de wereld, ook op social media. Al onze kinderen hebben eigenlijk de ruimte om op social media te gaan. Ik wil de kinderen vragen van, kies het goede eruit. Heleboel negativiteiten. En kinderen weten wat negatief is en wat goed is. Ze kunnen zelf de keuzes maken. Laat ze geen mensen volgen die leugens vertellen. Ze kunnen nadenken en zeggen van, luister, dit is goed, hiervoor wil ik kiezen. Ja toch? En ik hoef niet te zijn zoals anderen te zijn. Ik kan goede keuzes maken. Dat is wat ik wil dat onze jongeren moeten doen. Want het wordt met de dag erger.